In Psalm 67 staat dat de volken God zullen loven. Maar hoe zullen de volken God gaan loven als ze nog nooit van hem gehoord hebben? Ook naar Guinea in Afrika zijn werkers uitgezonden om Gods woord te delen. Het alfabetiseringswerk is belangrijk om de Bijbel voor hen toegankelijk te maken. Fanny Haase vertelt u er graag meer over. Onze Nederlandse kinderen leren het ABC als ze nog heel klein zijn. Ook deze Mokofin-kinderen gaan naar school. Ze boffen maar, want vanzelfsprekend is het niet. Er zijn veel volwassenen, en vooral vrouwen, die nooit naar school zijn geweest. Zij hebben niet leren lezen en schrijven in hun taal. Dus kunnen ze de Bijbel ook niet lezen, zelfs al is die vertaald. In sommige Mokofin-dorpen bestaat wel een wens om te leren lezen. Wanneer een dorp genoeg gemotiveerd is en het eens is met de voorwaarden van de zending, wordt er een alfabetiseringsklas geopend. Daarna bezoek ik de klas één keer per maand. Iedere keer weer is zo'n bezoek anders. Zo kan het zijn dat er een heel gesprek ontstaat via het onderwerp AIDS, over trouw aan elkaar en dat God ons dat gebiedt. Of het Bijbelboekje Rut, dat gelezen wordt in de klas voor gevorderden, roept zoveel herkenning op dat er een levendig gesprek ontstaat. Vrouwen wensen zich echt zo'n goede dochter toe als Rut was voor haar schoonmoeder. Soms wordt er een verrassende vraag gesteld door iemand die wil weten hoe de geschiedenis verder gaat. Boas, dat is toch een voorvader van David? En David was toch koning? Tijdens een van mijn bezoeken naar de klas geeft de leraar een dictee. Allah. Mobaba mimbe sangeto. Hé, hoor ik het goed? Het Onze Vader wordt door een Mokofin doorgegeven. Het is de leraar die zelf zegt als geruststelling naar anderen: kijk maar naar mij. Ik werk al jaren voor de zending en ik ben nog steeds trouw aan ons eigen geloof. Je hoeft niet bang te zijn dat la mission, de zending, ons hun geloof opdringt en zegt dat we christen moeten worden. Deze tegenstrijdigheid maakt dat we in Guinea nog steeds Gods woord kunnen delen. De buurvrouw van deze leraar heeft lange tijd gevraagd om onderwijs. Ze wilde leren lezen en schrijven. Maar de leraar oordeelde: daar heeft ze geen tijd voor. Ze moet koken en werken. Zij is de enige vrouw van haar man. Als je man in Guinea alleen maar jou als vrouw heeft, dan betekent dat hard werken. Daarbij is alles ook nog eens arbeidsintensief. De leraar en ik hebben gezocht naar mogelijkheden om de vrouwen in het dorp onderwijs te geven, naast hun noodzakelijke werk voor hun primaire levensbehoeften. Het kwam erop uit dat een vrouwengroep met 20 deelnemsters wekelijks bijeenkomt om dingen te leren. Ik ben begonnen met de basis. Genesis 1, 2 en 3. Ook de lessen rond gezondheid en ziekte die volgden zijn terug te voeren naar deze basis. Op hun eigen verzoek zijn ze ook de verhalen van Mozes aan het leren. Ze vinden dat belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat de vrouw van de leraar zegt: ik weet wel dat de zending op een goede dag weggaat, maar dit wat ik hier leer wil ik blijven volgen. De leraar is overleden. Zijn vrouw is hertrouwd.
Haar tweede man toont ook belangstelling voor het woord. Als ze net getrouwd zijn, stelt hij mij de vraag: wil jij ons onderwijs vanuit de heilige boeken geven, zodat we weten hoe we met elkaar moeten omgaan? De vraag is verrassend en verblijdend. Hier gebeurt waar Psalm 67 over spreekt. De psalm die reeds is ingesproken ten behoeve van de luisterbijbel in het Mokofien. De psalm die een profetisch perspectief biedt op het delen van Gods woord in Guinea. Alamuhinne lemona. Kabarke sa molakuto. Ani anyakoto lahenti moyi. Alako dunia mogenu ni ila kila lo. Sebe ni ila malakise lo. E ala. Bonsebe ni itantu. Bonsebe rebendingeni itantu.